De DeaGen is onderdeel van het Desi Plus concept en zorgt voor kristalhelder en gezond water door een combinatie van hydrolyse en elektrolyse. In dit filmpje gaan we het hebben over het aansluiten van de chloorsensor en het kalibreren van de chloorsensor. De eerste handeling is het spanningsloos stellen van de DeaGen door middel van de schakelaar op off te zetten. Na het verwijderen van het frontpaneel kijken we nu op de printplaat van de DeaGen. We gaan als eerste de flow switch aansluiten op de printplaat van de DeaGen, waarbij de zwarte draad komt te zitten op het stekkerblokje waarbij staat FL2-CL2, oftewel plaats 3. Dan gaan we de bruine draad aansluiten op plaats 5, waar 12 volt bij staat. En dan komt de blauwe draad op plaats 6, waar RTN bij staat. En dan is de flow switch aangesloten. Dan moeten we nog de vrije chloorcel aansluiten. En die komt te zitten op het stekkerblokje waarbij staat CL2. En dan gaan we de rode draad op plaats 3 zetten. Oftewel de plus. En dan gaan we de zwarte draad aansluiten op plaats 4, oftewel de min. De volgende handeling is het plaatsen van de vrijchloor insteekprint op de printplaat van de DeaGen. We doen dit op het stekkerblokje waar CL bij staat en drukken de insteekprint goed vast op de printplaat van de DeaGen. Na het terugplaatsen van het frontpaneel en de spanning weer op de kast gezet te hebben door middel van de schakelaar, kijken we nu weer op het display van de DeaGen. Ik ga jullie nu laten zien hoe we de vrije chloorsensor gaan kalibreren. Druk op OK om in het menu te komen. Navigeer dan naar beneden naar metingen en druk op OK om te selecteren. Navigeer dan naar beneden naar kalibratie chloor en druk op OK om te selecteren. Selecteer dan door op OK te drukken 0 kalibratie. En we gaan dan de tekst op het scherm volgen. Sluit de klep van de ingang naar de sensoren. Wacht tot de waarde nu 0,1 parts per miljoen of lager aangeeft. Dit kan duren tussen de 5 en 60 minuten. Druk op OK zodra de waarde nagenoeg 0 is. De waarde moet wel stabiel zijn. Wanneer de kalibratie is uitgevoerd, gaan we de flow weer instellen op 80 tot 100 liter per uur. We wachten dan tot de weergave van parts per miljoen weer stabiel is en dat kan tussen de 5 en 20 minuten duren. Wanneer deze stabiel is, drukken we weer op OK. Met de pijltjes toetsen gaan we nu de gemeten waarde, de chloorwaarde van het zwembadwater die we met een DPDE-meting gedaan hebben, invoeren. Ik heb gemeten 0,55, dat ga ik nu invoeren. En wanneer ik dat ingevoerd heb, druk ik op OK om dit te bevestigen. Wanneer de kalibratie met succes is uitgevoerd, ga ik op OK drukken om dit te bevestigen. Door meerdere malen op de return knop te drukken, kom ik weer in het beginscherm uit. En dan zien we de actueel gemeten chloorwaarde. We kunnen ook een manuele eenpuntskalibratie doen. Hieraan geven wij echter niet de voorkeur omdat dit minder nauwkeurig is. Ik laat jullie nu zien hoe dat moet. Druk op OK om in het menu te komen. Navigeer dan naar beneden naar metingen en druk op OK om te selecteren. Dan navigeren we naar beneden naar kalibratie chloor en druk ik weer op OK om te selecteren. Dan navigeer ik naar beneden naar manuele eenpuntskalibratie en druk op OK om dit te selecteren. We hebben met een watertester een DPD1-meting het vrije chloor gemeten van het zwembadwater. Die was 0,55 en die ga ik nu ingeven in de DeaGen. Dit kunnen we doen door middel van de pijltjestoetsen en de plus- en de min-toets.
Wanneer ik 0.55 heb ingegeven, druk ik weer op OK om dit te selecteren. Door meerdere malen op de return-knop te drukken, kom ik weer terug in het beginscherm. En hier zien we de actueel gemeten chloorwaarde.